ja, wat is schoonheid? Is het ronde vormen? Is het symmetrisch? Is het dit? Is het dat? Ik ben iemand, ik luister naar Bach, ik ben ontroerd, ik huil. En ik hoef niet te weten waarom Bach dat heeft geschreven en hoe die het heeft geschreven, want dat leidt mij alleen maar af van de essentie. Ik heb altijd wel het gevoel gehad bij die foto's van, nou ja, dit zou niet meer staan als groot schilderij. En ik had de wens wel eens om ze heel groot geprojecteerd of als schilderij te zien hangen. Ja, we zijn hier op uitnodiging van Hans Galjaert. Die is een aantal laboratoria langs geweest. En hij is gekomen bij het LUMC, bij komen van het Leids Universiteit Medisch Centrum. Ik heb een aantal afbeeldingen geleverd over de sterrenkunde. Een hele hoop andere over natuurkunde die kende ik wel, maar er is mij niets over gevraagd. Maar het ging vooral over sterrenkundige beelden. En zelf heb ik ook een paar beelden bijgedragen uit mijn eigen wetenschappelijk onderzoek. Bij het Erasmus MC hebben we een grote interactieve 3D-ruimte waar wetenschappers allerlei scans en ook microscopieopnamen in 3D kunnen bekijken. Ze kunnen eraan meten, ze kunnen dat onderzoeken. En ja, een van de meer abstractere dingen die we gedaan hebben was het onderzoek naar de bloedvaten in de placenta. En ja, dat is een soort boomstructuur in zo'n stukje placenta. En professor Galjaert vond dat erg mooi en daarom hebben we voor dat voorbeeld gekozen. We hebben 10.000 kleine opnamen gemaakt van een klein zebravisje. Een zebravisje is maar 3 mm groot en dat is een modelorganisme voor de ontwikkelingsbiologie. Wij willen in het organisme graag ook afzonderlijke moleculen zien, als wel de organen, als wel het hele beestje. Dus om die verschillende niveaus van detail te kunnen zien, hebben we heel veel platen opgemaakt en allemaal bij elkaar gestopt in een soort panorama van het beestje, waarin je op een Google Earth-achtige manier in en uit kan zoomen. Toen me gevraagd werd om mee te doen, dacht ik meteen, yeah! Ja, dat is fantastisch. Heel erg leuk idee voor de wetenschap als zodanig heeft schoonheid niet zoveel betekenis in die zin dat het je niet voortdrijft. Ik doe geen nieuwe ontdekkingen omdat bepaalde dingen mooi zijn en andere niet. Mijn taak is in principe mooie beelden te genereren, wel nuttige beelden natuurlijk, maar ja, mensen moeten daar toch een tijd naar kijken. Dus je probeert daar toch ook een zekere mate van schoonheid mee te geven. Schoonheid is een heel breed ding. Het is natuurlijk verbazing, het is mysterie, dat het is iets wat aan de rand van onze kennis zit. Dus sommige schimmels hebben mensen nog nooit zo gezien en dan ben je de eerste die dan die van nou heb ik je te pakken. Dus zo zie jij eruit. En dan hebben ze toch een verbazingwekkende vorm. Dus, en ik zie dat ook wel in het lezen over wetenschap. Dus, maar schoonheid is dus een heel diffuus begrip. Andere wetenschappers, net als ik, zullen vinden dat jij een compliment verdient met de durf als directeur van een heel belangrijk museum om zoveel ruimte ter beschikking te stellen van de museum, van de wetenschap, over een heel ander aspect van de wetenschap, waar de meeste wetenschappers helemaal niet mee bezig zijn en terecht en te begrijpen. Want zij zijn bezig met het zoeken naar nieuwe kennis en nieuwe inzichten. Maar er zit ook een facet schoonheid aan en dat daar aandacht voor is in het publieke sector is stimulerend voor de wetenschap. Ik denk dat de wetenschap er niets door verandert. Wat ik wel hoop is dat jonge mensen en vooral leraren van jonge mensen en onderwijzers deze tentoonstelling en de invalshoek van schoonheid zullen gebruiken om hun jonge mensen de kennis en feiten bij te brengen die ze vaak saai vinden. En op die manier, op lange termijn, dat er een breed draagvlak wordt gevormd voor kunst en schoonheid. Schoonheid in de natuur, schoonheid in de muziek, in de wetenschap en ook natuurlijk in de kunst.